Goeiedag, mijn naam is Jan Peumans. Ik ben voorzitter van het Vlaams Parlement. Ik heb jarenlang in de provincieraad gezeten. En ik heb tot mijn grote vreugde vernomen dat de provincieraad binnenkort een voorstel gaat doen, waarbij het de bedoeling is dat mensen die deelnemen aan fuiven, in welke vorm dan ook, dat die daarvoor belast zullen worden. U betaalt een bepaalde inkomen, 5 euro, 10 euro. En daarop zal dus een heffing gebeuren, ik denk een euro of twee, dat moeten we nog even bekijken. Waarbij als jongeren dus naar een fuif gaan, eigenlijk 2 euro extra zou moeten betaald worden. En die 2 euro extra is de bedoeling dat we die gaan aanwenden voor allerlei activiteiten die bijvoorbeeld te maken hebben. In mijn geval bijvoorbeeld, ik ben 61 jaar, binnenkort met pensioen. Om misschien de pensioenen van mensen in Limburg wat op te trekken. Dat is één mogelijkheid. Tweede mogelijkheid is om bejaarden elke week een bloemetje te brengen. Dat lijkt mij een heel leuk iets. Alleen zijn er een hele hoop dingen te bedenken waar we dat met die extra gelden kunnen doen. Sommigen die suggereren zelfs, en daar ben ik eigenlijk ook wel voorstander van, om Rimpelrok terug gratis te maken. Want je moet nu voor Rimpelrok betalen. En die jongeren die zouden dus wat dat betreft, die veroorzaken toch veel overlast enzovoorts, die zouden wat dat betreft wel een extra bedragje kunnen betalen. Want die drinken dan toch veel bier. Drinken trouwens veel te veel bier. Maken te veel lawaai. Nu wordt er gewoon af en toe gewoon stapelgek van. En als dat allemaal zo in orde komt, dan denk ik dat dat een aardig duitje in de kast zal brengen. En we zullen in ieder geval zeker naar de ouderen toe, en dan bedoel ik naar de heel echt ouderen toe, zullen we dat geld heel goed besteden. Tot daar toch wel een belangrijke toelichting bij, en toch wel een heel belangrijk voorstel.